Het is eindelijk weer zover. We zijn er weer. We zijn in De Lier. En met mooi weer, jongens. Het heeft eventjes geduurd. We hebben 5 stormen gehad. We hebben het coronavirus gehad. Dat is er nog steeds. Maar wij zijn hier voor wat extra positiviteit. Want binnenkort organiseren wij natuurlijk samen met Buenavida de Dream Tour. En met de Dream Tour kan je 10 verschillende auto's, 10 verschillende supercars rijden op één dag. Een compleet verzorgde tour. Super vet. En dat gaan wij vandaag alvast ervaren. Terwijl mijn Focus RS hier staat, neem ik vandaag mee de Ferrari 458 Spider. Kijk, eigen pareltje staat hier. Niet de huur, maar hier nog de McLaren. De McLaren hebben we natuurlijk, de 75S, 326 km per uur meegereden in Duitsland. En wie acht nog een Gallardo. Maar de vorige editie van de Dream Tour, echt, dit is misschien de minst snelle auto die er was. Maar zonder twijfel de leukste. 10 cilinders, Ayrton een versnellingsbak, die je zonder twijfel een hernia bezorgt. Maar het uitlaatsysteem daaronder, bizar. Rolls Royce, FF, 12 cilinder, 4 persoons, Capristo uitlaat eronder. Ferrari, rood natuurlijk. En ik ben trouwens heel erg benieuwd, hè? Voordat we op pad gaan met een witte 458 Italië. Zou jij gaan voor een rode Ferrari? Hoort een Ferrari rood? Of ga je voor een andere kleur? Hop! En dit is dus de auto waar wij vandaag mee op pad gaan. Pa, heb je er zin in? Heel veel zin in. Heel veel zin in, hè? Ben jij erbij, de 26e? Ik denk het wel. Ja, hè? Ja, gaan we doen. Ja, kijk dit, jongens. Eindelijk! Hebben we hem, de 458 Spider. Nog de een van de laatste atmosferische Ferraris. De laatste sportserie van Ferrari zonder turbo. En wij hebben de sleutel. Wij gaan er vandaag mee op pad. Kijk dit, jongens. LED display, carbon fiber stuur, de bucket seats. Oh yes. Eerst draaien we één keer om. Dat is een hele mooie startprocedure, hoor. Licht om. De ledjes op het stuur gaan aan. Dus hier zitten we en mijn broer is een soort van kloon, maar hij is al een paar jaar ouder. Dit is mijn vader, jongens. Hey, jongens, welkom. En niet de eerste keer in een Ferrari, hè? Nee, zeker niet. Nee, want als je wil lachen, een tijdje geleden, hoe lang geleden dat wij bij Maranello op bezoek zijn geweest? Toen had ik denk 500 abonnees, nog niet eens. Bijna 2 jaar terug, ja, absoluut. 2 jaar terug. Ja, ja. Toen zijn wij dus bij Ferrari geweest, toen wij op vakantie waren in Italië. En toen hadden wij de weddenschap, toen de fabriek dicht was, of ik het voor elkaar kreeg om op pad te gaan met de Ferrari zonder ervoor te betalen. En was, ja, dat gelukt, of was dat gelukt? Ik had het niet verwacht, maar het is hem echt gelukt. Het is ongelooflijk. Wil je die video zien? Wil je echt een van mijn allereerste YouTube video's zien? Ik zal heel even hierboven ergens een dingetje zetten, dan kan je die video nog zien. Maar het is echt gebeurd. Dus 2 jaar geleden, voor het eerst en voor het laatste Ferrari gereden. Ik denk echt dat het misschien wel de laatste keer is geweest dat we Ferrari hebben gereden. En die zitten er weer in. Zitten we weer in een mooie Ferrari. Ja, 458. Een van de laatste Ferraris dus zonder turbomotor. Hierna krijgen we natuurlijk 488 F8 Tributo. Maar als je mij zou vragen welke ik zou kopen, ondanks dat dit ouder is, het ziet er iets ouder uit, dan is dit hem, hoor. Heel erg. Dit is hem. 8 cilinder, atmosferisch, 325 km per uur. Net geen 600 pk. En dit kunnen jullie dus binnenkort ook rijden, jongens. Ik ben erbij, vader is erbij, Danny is erbij, Don de Jong is er zelfs bij. Ja. 26 april, de Dream Tour. En dan kan jij een Ferrari rijden. Met mij wellicht. En met mij. En het niet te vergeten, hè. Wat misschien nog wel veel gezelliger is. Er gaat niks boven het geluid van een atmosferische Ferrari. En dit doet het ook, die carbon ledjes op het stuur. En dan rij je op 5.500 toeren en dan gaat er nog geen één aan. Want je kan nog gewoon tot 9.000 toeren met zo'n blok. Thank you.
Maar jij hebt nog nooit gereden in een Ferrari? Meegereden? Nee, meegereden wel. Je hebt wel een paar dikke auto's gereden recent. M5 Competition heb je gereden. Die vond mooi. Nissan GT-R heb je gereden. Ja. Mijn auto. Volkswagen RS. Dikste van allemaal. Dikste van allemaal. Ja, is leuk. Is echt leuk. Mooi allemaal. En als ik jou zou vragen, als jij van mij 200.000 euro krijgt, welke auto zou je dan kopen zelf? Nou, we zitten nu in een Ferrari, maar ja, los van deze auto. Eerlijk zijn, hè? Los van deze auto. Wat zou je kopen? Echt een Porsche 911. Ja? Ja, dat vind ik zo verschrikkelijk mooi. En dan een GT3 of gewoon een 911? Ik denk gewoon een ouderwetse 911. Met zo'n grote picknicktafel achterop. Zo'n Widowmaker. Niet zo heel groot, dat is een beetje ordinair, maar... Iets meer onder de radar dan een blauwe Focus RS. Mooi weer van 2020. Ik heb mijn indicators van mijn richtingaanwijzer aan het stuur. En we rijden open dak met een Ferrari zonder turbo's. Het kan niet beter. Zo. Oh, zo knallig. We kunnen hier wisselen. We gaan wisselen, zeker. Het is echt absurd eigenlijk. Zo. Klaar voor? Zeker. We gaan wisselen. Come on. Oké. Ik ga wel een automaat rijden. Dat mag toch niet? Nou, ik hoorde dat het niet mag. Dus dan gaan we het niet doen. Toch? Nee. Het nou. Is voor mij één regel. Op het moment dat je een Lambo of een Ferrari of iets supercar eigens rijdt. Ja, dit wordt echt leuk. Dus ik zie hoe klein het pedaal is. Of wil je eerst oefenen in de automaat? Nou, laten we maar... Ja? Jongens, dit zijn toch echt wel van die mooie dingetjes hoor. Met je Ferrari, ja. Met je vader. Niet mijn Ferrari, maar wel met mijn vader. In een Ferrari. Terwijl het lekker weer is. Tof, hè? Jongens, wat is dit lekker. Zou je er kunnen wennen? Dit is mooi. Dit is echt mooi, jongens. Zie je hoe ik zitten? Ja, hier is glimmend dan dit. Dit is toch vet? Ja, dit is gaaf. We hebben dus de Ferrari, we hebben straks de Huracan Evo misschien zelfs. R8 hoor. R8. McLaren natuurlijk niet te vergeten. Ik vind dit. Maar we gaan ze toch allemaal rijden? We gaan ze allemaal rijden. 10 supercars. Voel je hoe rustig die auto eigenlijk ligt? Heel relaxed. En hoe licht? En je voelt toch dat speciale randje van zo'n auto. Dat vind ik altijd knap.
dat ik je een klein stukje instuur. Dan voel je gewoon die neus ontduiken. Hij stuurt echt heel relaxed. Mee hebben en kijk waar jullie dus allemaal in gereden tijdens de Dream Tour. We hebben een AMG GTS, de Audi R8 en McLaren. Hier nog een open plaats, hier gaat een Lambo komen. We hebben nog de 458 Spider, dan hebben we nog een FF, een Mustang, een California, een Bentley en inmiddels bijna wel de bekende Gallardo, jongens. Dit uitlaatsysteem, deze 10 cilinder, is echt wat je wel kan noemen autoporno. Dit wil je echt niet missen, jongens. Dit gaat zo idioot vet worden. Dit wordt zo vet. Ik heb het natuurlijk al een paar keer gezegd. Dit wordt echt mega vet, jongens. De Dream Tour, 26 april. Zet hem in je agenda. Koop je stoeltje, want daar gaat het natuurlijk om. Je kan stoeltjes kopen in een van deze auto's. Waardoor jij 10 verschillende supercars gedurende één hele dag rijdt. Met lunch, verzinnen, het zit er allemaal bij. Linkje in de beschrijving. Het wordt een mega vette dag. Ik ben erbij, mijn vader is erbij, Don de Jong is erbij. Iedereen is erbij. Het wordt te gek. Het wordt super vet. En ik hoop dat ik jullie daar zie. Ik wil jullie uiteraard weer bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. Vergeet niet te liken. Ik zie jullie heel erg snel. Was er!